De Kamer van Koophandel heeft een flinke reorganisatie achter de rug. Dat heeft een enorme impact gehad op de organisatie zelf, maar moet vooral heel veel gaan opleveren voor de ondernemers. Aan tafel de kersverse directeur regionale dienstverlening Zuid. Ja, dokter, welkom. Wat is er nu precies veranderd vanaf afgelopen week? Ik ga bellen en wat gebeurt er dan? Als u gaat bellen, dan komt u op één nummer terecht. En daar kunt u heel veel informatie krijgen. Maar bellen is één ding. Wat we hebben gedaan de afgelopen tijd, is dat wij juist de informatie waar ondernemers behoefte aan hebben, zoveel mogelijk digitaal zijn gaan aanbieden via onze website. En met name die digitalisering, dat vinden we ontzettend belangrijk. Ja, waarom vinden jullie dat zo belangrijk? Dat vinden wij belangrijk, omdat we hebben gemerkt dat onze klanten dat graag willen. U moet zich voorstellen, we hebben een website en vanaf 1 januari is de nieuwe website in de lucht. En die wordt meer dan 100.000 keer per dag wordt die geraadpleegd. Dus we zien dat onze klanten, onze MKB'ers, met name behoefte hebben aan die digitale informatie. Dus als u zegt van ik ga bellen, dat kan. Maar er zijn 10 keer zoveel mensen die gebruik maken van de digitale informatie ten opzichte van degene die de telefoon pakt. Uiteindelijk, als ik me wil inschrijven, dan moet ik waarschijnlijk ook bepaalde papieren overhandigen. Gaat dat ook allemaal digitaal? Of heb ik dan wel persoonlijk contact? Dan heeft u nog even persoonlijk contact. Dat is simpelweg nodig om de afhandeling ook aan ons kantoor om dat af te handelen in verband met de identificatie. Maar de bedoeling is wel dat de voorbereiding van die inschrijving, dat u dat zoveel mogelijk thuis doet. Wat we ook hebben geconstateerd is dat het MKB zegt, die echt groeiambities hebben, ja. Dat type ondernemer van, ja, wij willen graag verder ook geholpen worden, bijgestaan worden. En daar gaan we ook op een hele persoonlijke manier mee aan de slag. U vertelt het verhaal enorm enthousiast, terecht. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat mensen denken, ja, eigenlijk is het gewoon één grote bezuinigingsmaatregel. Een gedeelte van de aanleiding om hiertoe te komen zit ook in de bezuiniging waar we mee te maken hebben. Maar we hebben met elkaar ook geconstateerd dat de Kamer van Koophandel en Syntens, dus een van de fusiepartners ook in de nieuwe Kamer, dat de vraag van de ondernemers de afgelopen jaren zich toch op een manier heeft ontwikkeld. Waar onze dienstverlening nog beter op aangesloten zou kunnen worden. Dus wat we nu hebben gedaan is de organisatie samengevoegd. Betekent dat de nodige overhead, zoals we dat noemen, verdwijnt. Dus daardoor worden we efficiënter. En dat we ook in staat zijn om de dienstverlening nog professioneler te maken. Omdat we vanuit één grote organisatie werken. Het handelsregister is altijd een van jullie kerntaken geweest. Nu blijkt eigenlijk dat je uit dat handelsregister heel veel informatie als ondernemer kunt halen. En daarom gaan jullie ook een app ontwikkelen. Klopt. Kan ik daar allemaal vinden? Nou, het begint ermee dat u in ieder geval via die app de informatie uit het handelsregister kunt halen. Op die manier die u zelf wil. Dus als u zegt van ik wil wat informatie hebben over andersoortige bedrijven of over gelijksoortige bedrijven, dan kunt u dat straks uit die app halen. En daar zal ook dat gesprek met het bedrijf belangrijk in zijn om ook van u als ondernemer te horen wat voor type informatie u echt nodig heeft. Kijk, we hebben gemerkt de afgelopen jaren dat ondernemers die voelen het handelsregister als een verplichting. Ja, daar kunnen we ingewikkeld over doen. Maar het is een informatiebak. Dus we hebben ook gezegd, dan rust op ons ook de verantwoordelijkheid om informatie terug te geven aan die ondernemer die zelf ook die informatie erin stopt. En daar krijgen we hele positieve reacties op. Ik hoop dat het een heel flitsend jaar wordt voor jullie en dat we elkaar nog spreken aan het einde van het jaar. Ja, dat hoop ik ook. Tot ziens, dank u wel. Oké, graag gedaan.